Vandaag spelen we wedstrijd nummer 22 uit bij Laren. We zijn een beetje gehavend. Twee geschorsten en niet de minste. Twan en John zijn geschorst. Jesse nog steeds geblesseerd. Dat betekent dat we precies met 11 man zijn. Twee jongens uit de D1 komen er straks nog bij. Wessel en Job. Om nog voor wat backup te zorgen. We gaan in een 4-4-2 opstelling beginnen. Met Patrick op de goal. Joost, Joran centraal. Gijs linksback. Wester rechtsback. Centraal in het midden komen Pepijn en Tijmen. Linkshalf Martijn, rechtshalf Jelmer. En voorin beginnen we met Daan en Thomas. Wessel, 3-1 verloren van Laren. Je hebt nog een goede 20 minuten, misschien wel 25 minuten meegedaan. Was niet goed. Nee, ik niet. Dat is jammer. Laren was ook niet echt een hele goede tegenstander. Nee. Maar we bakten er weinig van vandaag. En kwamen er ook niet meer uit, hè? Nee. Heb je wel lekker gespeeld? Ja, ging goed. Twee wedstrijden, eerst met de D en nu met de C. Ja. Maar dat kun je wel aan, hè? Ja.